Ik schrijf u, hooggeachte Theophilus, over alles wat hier gebeurd is. Ik ben alles vanaf het begin nauwkeurig nagegaan, zodat u de volle waarheid krijgt te horen. Toen Augustus keizer van Rome en Herodes koning van Judea was, zond God de engel Gabriël naar een meisje in de stad Nazareth. Het meisje was maagd en heette Maria. Wees niet bang, Maria. Je bent bevoorrecht door God. Je zult zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam zal Jezus zijn. Maar hoe zal dat gaan? Ik ben nog maagd. De Heilige Geest zal over je komen. En Gods kracht zal als een schaduw over je zijn. Daarom zal dit heilige kind zoon genoemd worden. Zoon van de Allerhoogste God. En Maria reisde naar een stad in Judea, naar haar nicht Elisabeth, die ook zwanger was door een wonder van God. Elisabeth! Maria? Mijn liefje Maria! Jij bent het meest gezegend van alle vrouwen. Gezegend is het kind dat je draagt. Want meteen toen ik je goed hoorde, sprong de baby in mijn schoot op van vreugde. Mijn ziel prijst en looft de Heer. En mijn hart juicht om God, mijn redder, Elisabeth. Vanaf nu zullen alle geslachten mij gelukkig prijzen. Mannen van Nazareth. Keizer Augustus heeft bevolen dat er een volkstelling moet plaatsvinden van alle inwoners van Galilea en Judea. Iedereen moet zich laten registreren in de stad of het dorp waar zijn voorouders vandaan komen. Maria en Jozef, haar aanstaande man, gingen naar Bethlehem in Judea om zich te laten inschrijven. Maar er was nergens plaats voor hen in Bethlehem. Het enige onderdak dat ze konden vinden was een stal. Niet ver daar vandaan hielden herders 's nachts de wacht bij hun kudde. Plotseling verscheen er een engel van God en stonden ze in Gods stralende licht. Deze dag is in de stad van David jullie redder geboren. De Messias, de Heer. De herders gingen snel op weg om het pasgeboren babytje te zien. Ze waren de eerste die het goede nieuws vertelde over de geboorte van de redder en zijn moeder die maagd was.